Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Vlatslo was midden vorige eeuw een kleine landelijke gemeente met alle voorzieningen, een grote samenhorigheid en een alziende pastoor. Ondertussen is het dorpsgevoel verwaterd. Dat kan je toeschrijven aan het verbrokkelen van het geloof, het verdwijnen van de vele cafés, winkels en de bankautomaat, de fusie met de stad IJsselmuiden, de vele aangespoelden of de komst van de tv. Maar volgens Godelieve de Bruin en Willy de Vos is vooral de komst van de auto in vastgebleken. Het dorp werd nietig in een plots grotere en bereikbare wereld. Hallo, ik ben de Bruine Godelieve. Ik ben geboren in 1938. En ik ga nu iets vertellen over mijn dorp van vroeger. Het dorp van vroeger is veel veranderd bij nu. Het waren zoveel cafés op het dorp. En nu is er nog één of twee cafés en geen cafés meer alleen. Ze geven daar nu eten. En dan was het juist voor bier te drinken. De papa's gingen de zondagavond op café en de mama's bleven thuis met de kinders. Mijn vader elke week naar het café De Wikkelaren, die dan een café alleen was, geen restaurant. Om 10 uur was hij thuis en bracht hij veel chocolade mee van mij in de plekken van altijd bier te drinken. En ik was er natuurlijk bij. Ik was maar alleen en ik moest met niemand delen. Geen broers, geen zus. Dat was allemaal voor mij. Totdat ik heel zwaar begon te worden. Dat ik moest... van de apotheker. Die zei tegen mijn mama, maar snoep zoveel. En mama zei van, niet iets geven voor te vermageren, maar er wel haar snoep afnemen. En zo ben ik dan overlegd. Als ik trouwde, woog ik nog 62 kilo en ik was van 80 kilo gekomen. En anderzijds, van de parochie, van de kerk. Elke week moesten wij naar de mis. Mijn vader met de fiets en ik mee met de fiets. En als we naar de communie moesten, mochten we niet eten. We moesten nuchter zijn. En als we naar de vespers moesten gaan. Was dat in de vast? Ja. Zo, in school was het ook zo. Veel godsdienst werd er gegeven. Al meer of reken. En we moesten gekleed zijn van zuster Levina. Moesten wij op onze knieën zitten en onze rok of onze kleed moesten op de grond komen. Mochten niet hoger zijn dan we met onze knieën niet bloot zaten. Begin van de oorlog heb ik geweten. En dat was dan mensen die overkwamen, die gevlucht waren van de V1's. Bij onze geburen, dat was van Ixem. En zij zijn in kiekens en konijnen. En die mens die van Ixem hadden die mensen zien staan dat ze van de trein gekomen waren, maar ik kan niet zeggen in welk station dat was. En dat was een koppel met de zoon. En die mensen hebben heel veel maanden bij mij gewoond. Totdat in Antwerpen niet meer gevaarlijk was voor daar te wonen. En het dorpsleven was voor jonge mensen als ik, dat was niet anders of de BGB die dan bestond. Dat was voor de meisjes alleen. En dat was dan wat nog elke zondag was, ik weet niet, maar een bijeenkomst en waar dan volksdansen dat we moesten doen en anders een keer een uitstap doen, maar wel met de fiets.
En anders was er de Vlaslo Kermis, waren er dan twee danszaal in Vlaslo. De ene danszaal was ingericht voor de boeren en de andere dansing was meer voor mensen die gingen gaan werken. Dat was gescheiden. En ja, ik zat natuurlijk ja, bij de boer. Ik was een boerendochter. Ik mocht er naar daar gaan, maar niet naar die andere zaal. De Van Nissakkers was het voor de boeren. Hé. En Tolipaars was het oh ja, voor de werkmensen. Ja. Willy de Vos. Ik ben geboren in Dixmude, in het moederhuis. In 1950, in juli. Dezelfde datum van mijn vader, maar wel 27 jaar verschil. Ik herinner me vooral uit mijn jeugd het feit dat ik misdienaar geweest ben bij twee verschillende pastoors. Pastoor Eugène Mullier, die later vermoord is door een van zijn misdienaars in Erzeau, in zijn pastorie. En na pastoor Mullier kwam de beruchte pastoor Jules Foulon. En in die tijd was Edgar Ax hier onderpastoor. En ik herinner me ook nog, ik kon redelijk mooi schrijven en ik moest voor eerwaarde heer Mullier zijn nieuwjaarsbrief schrijven. En die dan gaan voorlezen in de pastorie. En dan kregen wij dat koffie en taart. En met pastoor Foulon zijn we nog op uitstap geweest met de misdienaars. Ik denk dat er een stuk of zes waren. Met een auto. En hij had toen een zuster die ergens in Knokke, geloof ik, een pannenkoekenhuis en een restaurant had. En daar mochten wij dan pannenkoeken gaan eten. Maar dat is dan met Jules Foulon helemaal verkeerd gelopen. Maar ik ga er niet meer over vertellen, want... Ik weet nog dat wij als misdienaars, ik ga je iets vertellen, gingen wij in de paasvakantie eieren ophalen, meestal bij de boeren. En we waren dus met een man of zes en er was hier iemand die een karke achter zijn fiets hangen had. En die eieren in kartons. En toen we bij mij thuis gepasseerd waren, sprong er iemand op dat karke en dat karke keerde om. En natuurlijk, al de eieren worden kapot. Dat herinner ik me nog. Maar hey, ik ben ook... er is hier een... Wat was het? KJ of KLJ zijn ze hier gestart. Maar ik denk dat dat maar in de... eind van de jaren 60, misschien rond 70, begonnen is. Ja, en toen was ik ongeveer afgestudeerd en toen ben ik gaan werken. Ik heb bijna 40 jaar in Roeselare gewerkt, dus eigenlijk aan het plaatselijk dorpsleven heb ik eigenlijk al die jaren niet veel deelgenomen of van gemerkt. Ik heb ook een tijdje in Italië gewerkt. Toen was Vlaslo ver weg. Ik herinner me nog dat ik als misdienaar de elektriciteit viel uit tijdens de mes. Ja, dat was 's morgens, het was donker. Het was donker, ja, direct. Er brandden kaarsen natuurlijk, maar er moesten nog meer kaarsen aangestoken worden. En dan moest ik op Toxaal, bij meester De Vos. De orgel, zonder elektriciteit kon dat orgel ook niet spelen. En dat was met een blaasbalg. En dan moest je dat dan pompen. Ja, en hoe luider dat hij wilde spelen, hoe rapper hij moest pompen. Hij moest zien dat hij mee wordt, anders viel heel de boel stil. Ja. Dat was als er pannen was, als misdienaar. In de kerk was dat toen de klokken luiden, trekken aan een koorde. Hoe nam die nu? Marcel Verbeke moest de klok luiden. En je ging toch iedere keer van de grond mee. Toen stond er ook nog koolkachels eigenlijk. Hè. Kachels met kool, dat moest 's winters ook hangen gestoken worden. En,
Ja. Je kunt dat niet meer vergelijken. Hè. Ja, de andere pastoor en haar aks kwam bij mijn moeder vragen. Ja, Willy, die gaat ook toch wel nog die mesdienaar worden, zeker. En ja, ik had niet te kiezen. Ja, mesdienaar. En dan moest ik. Dat was ook de woensdag namiddag zeker, dat er geen school was. En dan moest ik nog Latijn gaan leren bij een ander pastor. Ja, om te kunnen antwoorden, nee. En dan moest je met dat misboek van links naar rechts en op een altaar. Maar ja, een invloed van de kerk. Ja, er gebeurde niks op de parochie dat de pastoor niet op de hoogte was. Dat, ja. En als er wat verkeerd zat, ja, en zeker ja, in het menage, als er wat verkeerd zat in het menage, was nou dikwijls een ander pastoor, of de pastoor ook, die kwam bemiddelen, of de zaak goed praten, of proberen goed te praten. Ja, want eigenlijk in die tijd, ja, scheidingen, dat bestond praktisch niet. Hè. Ja, dat, ja, er werd er altijd een mouw aangepast, of het ging nog wel gaan. En, ja, ja. Maar ja, in de meeste gevallen, ja, mijn moeder ook. Ja. Vader ging gaan werken. En moeder, ja, een beetje bij de boeren. Mijn moeder had eigenlijk geen inkomen mee. En ja, dat was onmogelijk. Allee, ze kon, allee, zeker niet, hè. We waren met vieren thuis. Weggaan, maar ja, dat is ook nooit gevallen geweest. Er is nooit ruzie geweest of zo. Maar en ze kon ook niet weg, hè. Maar er zat geen inkomen. Dat niet meer, je kunt dat niet meer vergelijken met nu. Ja. Ze, hebben allemaal, ze moeten alle twee gaan werken. Ja, en als er wat verkeerd zit, ze zijn weg. He. De pastoor het er altijd. Ja. Maar ja, de pastoor was ook altijd van alles op docht. Ja. Ja. Ik denk dat hij niet moest weten, wist hij toch. De pastoor. Ging toch, oh ja, jaarlijks toch bij de mensen een keer rond. Voor een keer toren of dat. Oh ja. En nu ja, ze zijn 3-4 parochies. Oh ja, ze kunnen het niet meer aan. He. De pastoors die er nog zijn geen tijden meer ervoor. En er was nog hier de pastoor die hier naar de klassen kwam voor één keer in de week voor godsdienstles te geven. En dat was toen, je kwam hij van zijn pastorij te voeten naar hier. Ja, het was niet ver. En met zijn boek, met zijn brevier al lezen. En de zusters elke morgen naar de messen, naar de kerken. En het waren hier toen vele kinders die hier reis liepen van school, die naar de beroepsschool kwam mee, met die een zuster die mee was. En 10 en 12 van die kinderen die hier sliepen, alle dagen mee naar de mis. Ik ben hier naar school geweest, het lagere gedaan en dan 2 jaar de beroepsschool. En dan daarna ben ik thuis gebleven voor te helpen op de hoeve. Ja, in tussentijd ja, was ik 16, 18 jaar en mocht ik de zondag een keer uitgaan met mijn nicht die ook in Vlaslo woonde. En we gingen dan met de fiets en dat was dan een dansing in Niesen en dan aan de Tirol. En ja, wij gingen daar naartoe met de fiets en dan s'avonds ja, mocht niet te lang weg zijn. Rond 10 uur moesten we terug thuis zijn. En ben nog van Essen gekomen en er waren enige jongens die achter ons reden met de fiets. En ik en mijn nicht waren zodanig benauwd aan dat huis die daarna staat aan de bruggen tussen Vlaslo en Essen. Zijn we daar van onze fiets gesprongen en daar dat huis gebleven totdat die jongens vertrokken waren. En ander, oh ja, op het dorp was er anderszins niet veel. Maar oh ja, we kwamen met vriendin, kwamen wij dan samen. De ene keer bij iemand thuis, een andere keer bij mij. Om ons oh ja, te amuseren of voor de zondagnamiddag. Een keer met de fiets ergens naartoe te rijden. Naar de, hoe noemde dat toen, de veldfeesten.
was dat dan, hè? Oh ja, dat was hier en daar op het dorp, waren dat dan veldfeesten, dat is ook nog hier aan het kasteel geweest in Vlaslo, dat Remy Follet met zijn geweren gereed stond voor te schieten. Ik weet niet of hij ging schieten of niet, maar oh ja, de mensen ze waren allemaal in paniek en vluchten een al hier en ander al daar. Maar op die veldfeesten was dat in de verschillende parochies was dat aangenaam. Voor, het waren maar die dansings die dat waren. En een en ander was bij ons. Mijn moeder bakte pannenkoeken. Dat was dat bij een ander dat me ging gaan kaarten. Dat andere huisgezin bakte pannenkoeken. Dat was... En s'avonds, in de zomerse avond, mensen die buiten zaten. En met de geburen een babbeltje slaan. Dat was het enigste verzet die er dan was. Ja. En de geburen hielpen veel elkanders. We waren boerenmensen en als er een koe moest kalven... En hadden wij hulp nodig, we moesten wij maar naar de gebuur gaan, naar Sarlewasje, die daar een eindje verder woonde. En die mens stond op en kwam voor die koe te helpen kalven. Dat was, de mensen waren veel. Nu, zit elk, als ze thuis komen vanuit haar werk, elk wachten ze zijn aag of zijn afspanning. En mensen hebben geen contact meer met elkaar, maar dan was dat helemaal anders, de mensen hielpen elkaar. Ik herinner me nog dat de eerste televisie bij ons op de hoek, ik denk dat het jaar 63 was, de trouw van Albert en Paola. En dat was bij Cyril van Wallenhem, die had een eerste televisie op de hoek. En heel de hoek zat daar, dat zat in de living, in de keuken. En wij waren toen, ik was toen 12, 13 jaar, en eerst dat nieuws. En dat nieuws, en dat bleef maar gebeuren, en dat bleef maar gebeuren. En toen was het nog, dat was een tijd van Tony Cossari ook zeker. En dan was de tweede televisie, worden de buren aan de andere kant van de straat, bij Gaston Boet. Ja, en dat was dan ook nog de tijd van Schepper naast Mathilde. Dan gingen we naar Schepper naast Mathilde gaan kijken. Ik zei het nieuws was eerst, hè, dat nieuws dat interesseerde ons niet. Het moest Schepper naast Mathilde zijn. En dan was het iedere keer, waar gaan we nu gaan? Gaan we naar Cyril van Wallenhem of gaan we naar Gaston Boet? Want als we naar die ene plek gingen, dat was niet wel dat we daar niet waren. Maar dat was het begin van de televisie. En wij hebben dan thuis een televisie gekocht als Boudewijn en Fabiola. Ja. Trouwden, dan een paar jaar later zeker. En dat was er nog met een antenne. Met een antenne op tak. Totdat zoveel jaren later de distributie kwam. Van mij was het bij mijn onkel George, die de eerste televisie hadden. En het was ook voor te gaan kijken naar Schepper naast Mathilde. Heel, moet niet zeggen, de living, zijn andere living, dat was een woonplaats. De kinderen op de grond en de grote mensen die daar ook waren voor te kijken. Die zaten op een stoel en wij zaten op de grond. En dat was feest voor ons. Als we naar een televisie gingen gaan kijken. En toen, het koers was. Mijn vader was een Indische koersman. Ook gaan kijken bij zijn broer. Totdat we toen zelf ook. Maar we hebben eenmaal een televisie gekocht. Mijn oudste dochter was van 64. Rond 67. Dat we zelf een televisie gekocht hebben dan. De mensen hebben nu ook allemaal een auto. Hè. Mensen zien een auto. Er zijn veel huisgezinnen omdat er twee auto's zijn. Ze gaan werken niet meer in het dorp. Als mijn vader getrouwd was, mijn vader is getrouwd, mijn ouders zijn getrouwd. Het jaar 46 of 47. En die ging werken bij de boer in de straat. Maar dan is hij later ook, na een paar jaar zeker, is hij in Wallonië gaan werken, op travaux. Je verdiende natuurlijk wat meer ook, hè. Maar je was wel een hele week weg. Dan met een trein, wat hij nu ook ziet, oogtuigen.
hoogt, dat bestaat niet meer. Hè. Ja, de boeren moeten vooruit, het is slecht weer geweest. Ploegen, zaaien, planten. Maar vroeger, over 50, 60 jaar, ging dat niet waar zijn. Hè. Oh ja, alles is. Ja. Je mocht de zondag werken of... koorn en al. En dat was, had de hele einde slecht weer geweest hadden. En het was de zondag dan mooi weer. Toen mocht je werken. Maar anderszins mocht je de zondag niet werken. Nee, dat was doodzonde. Alles werd met de hand gedaan. Hè. We moesten een aardappel gaan rapen. We moesten zelf het koorn afrijden met paard. En een machientje die dat afmaaide. En toen daar moesten we, daarachter, de vrouw, ik en mijn mama, daarachter die schoven vergaren en topen binnen en in stukjes zetten. Het was toen, als een paar weken dat gestaan hadden voor te drogen, was toen met paard en de karren allemaal die stukjes opgelaan en thuis op tof gaan voeren. En daar op een schaal of een vimme zetten. En toen kwam de dorsmachine naar Tof. Voor het graan eruit te dorsen. En de mensen die met de dorsmachine, de een moest draad binden. Voor het strooi die eruit kwam, voor een grote balloos. De ander moest het graan naar de zolder dragen. Het waren anders, die moesten de schoven in de machine smijten. Dat was een heel gedoe. En als je gedossen was en het zat aver in, dat ze gedossen, de geburen kwamen dan achter dat aver een kaf. En dat werd dan in de plekken van een matras was dat dan een zak, wat er kaf ingestoken was en dat werd toen op de bedden geleid. En in het begin was dat eindelijk prettig. Je moest dat toen dat zijn ogen inkruiken. En dat was erg warm. Je viel dat like in een pitje. Dat was een heel gedoe. Als de dorsmachine gekomen was. En toen Tof opkuisen. En dat was nog dikwijls. Ja, maar ja, de dorsmachine mag niet komen. Als het de zaterdag is voor de kermis. Maar ja, mijn vader maakte er niet van dat Tof vuil was, dat al strooi was. Ja, als ze maar komt, laat ze maar komen de zaterdag voor de kermis. Tijdens de vakantie vooral gingen wij spelen. Ja, met een iPad en al die dingen, dat bestond nog niet. Wij gingen spelen bij Broeke. Bij Maurice Broeke in de Weide. En daar liep een beek die van Bovenkerken, dat was de Molenbeek. En dat liep door die weiden. En dat liep naar het zijlingsje of naar het aanzaamtje. En daar maakten wij dan stuwdammen. En we trokken de staken uit, de weidestaken. En duwden die in de grond van de beek. En dan met graszoden dan een stuwdam maken. Het water werd tegengehouden en op een bepaald moment, de beek. Dat was 3 meter breed, dat was 4 meter breed. Ja, totdat die stuwdam dat water niet meer kon tegenhouden. En dan brak de stuwdam door. Maar dat waren prachtige dagen eigenlijk. Hè. En wij moesten thuis zijn, s'avonds voor het eten. We zaten heel de namiddag daar in die beek. En we kropen onder de Bovenkerkenstraat. Daar liggen nu nog kasseien, want die straat is beschermd. En dat was een gemetste koepel. Waar die beek doorliep, dan gingen wij daar dekopjes, kikkers, kraaivisjes, salamanders gaan zoeken. En dat waren formidabel dagen. Waren dat. Ja, met de buurjongens, met een man of 5, 6. Het was soms wel geen ruzie ook, maar ja. Ik herinner me nog in de oogsttijd, en dat was bij diezelfde boer waar wij in die beek gingen spelen, bij Maurice Broeke. Maurice Broeke had een pikbinder. En dat was, ik weet het niet meer, dat was maar een soort molen. Ja. Molen die de halmen naar binnen sloeg, naar die machine.
En er lag daar een akker die naar beneden liep, naar die beek toe. En ik denk dat die met die paarden, er waren al eens twee paarden die moesten trekken, die pikbinder. En dat die maar met die pikbinder reed naar beneden toe. Maar dat ze niet, als ze terug omhoog kwamen, dat spel stil lag. En toen mochten wij op dat was er een soort metalen zadel. En toen mochten wij als hartjes van 7, 8 jaar oud op dat metalen, en dan zaten we dat te schudden. En toen nog een keer die paarden een beetje lopen. Want die paarden hadden waarschijnlijk geen kracht genoeg om heel dat spul omhoog te trekken. En het was maar naar beneden rijden. Dat eigenlijk. Ja, en dan natuurlijk, als die dorsmachine op tof kwam, ja, dat was een hele volksverhuizing eigenlijk. Hè. Daar was er een bende vol mee. En daar stond er zo'n grote tracteur, de Duvel. De Duvel, die stond er. En dan werd heel dat spel werd aangedreven met riemen. En die pressen, waar dat het strooi ingesmeden werd. Nee, ja, waar dat de strobal uitkwam. En dat achterste stuk. Ja, toen moesten die zakken, die zakken graan, moesten allemaal nog naar de zolder. En, ja, dat waren, ja. Die vakanties van vroeger, ja, dat was 2 maanden, ja, je kunt dat niet meer vergelijken. Ja, wij gingen ook niet op reis. Ja, ja. We hadden nog geen auto. Onze eerste auto was van het jaar 63, 64. Dus ik was 14 jaar oud tegen dat we een auto hadden. Ja, tegen dat we een televisie hadden. En wij hadden toen zelf ook nog een schaap. Een schaap en een varken. Dat varken in september. Kelen, ja. Een schaap hadden wij ook. En ik weet niet wat dat er met die lammetjes. Als we dat verkochten of toch niet opeten. Ja, dat had de enige week oud was. Ja, ze hadden niet anders gekregen of melk van, ja, van het schaap. En oh ja, de mensen slachten dat he, voor, ja, voor op te eten. Ik weet wel, in de oorlog moesten wij melk inleveren. Oh ja, ze kwamen kijken hoeveel koeien dat je hadden en je moest zoveel melk inleveren. Want het waren daar ook perioden dat die koeien niet gaven. Oh ja, eer dan ze moesten kalven, waren die koeien droog. En wij kregen een schaap van Odile Maarten. Omdat wij er melk gingen aan, ja, dat de koeien droog waren zeker. En dat schaap, toen gelammerd was, moest men weer aan Odile die lammetjes teruggeven. Maar dat was een eindelijk goed schaap, oh ja, die eindelijk veel melk gaf. Ik heb nog gehoord, oh ja, van mijn vader en mijn moeder, oh ja, 3 tot 4 liter in de dag. Dat schaap zoveel, oh, het was een eindelijk goed melkschaap. Ik denk, veel van die gemeenten waren landbouwgemeenten. Hè. Dat waren, welke mensen wonen daar? Landbouwers en arbeiders. En de meeste van die arbeiders werkten bij de boer. En hadden zelf, wij hadden thuis ook, want mijn vader zette altijd rouw. Waarom dat? We hadden 32 haren en daar stond altijd rouw. Waarom dat rouw was en geen tarwe, of, dat weet ik eigenlijk ook niet. Die lichte grond was meer rouw. Oh, het groeide dan niet zo goed, geen tarwe op, he, of dat gaf niet zoveel. Op rogge groeide dat eindelijk. Dat is magere grond, he, zandgrond. En daardoor zetten ze meer rogge niet. Natuurlijk, omdat die rogge hoger was, had hij meer stro. Meer stro. En dan de graan voor het varken. Maar ik zei, mijn vader heeft 2 jaar in Duitsland gezeten, is teruggekomen, getrouwd. En heeft een jaar of 2 of 3 bij de buurman, die boer was, ja, gaan werken. Totdat ze ook, ja, wilden een huis kopen. Maar we gaan er niet komen hier met dat inkomen. En dan is hij samen met zijn jongere broer naar Wallonië gaan werken. Hè, want, ja, en de boeren, ja, en dan natuurlijk met die mechanisatie. Nou, ik weet niet, voor de oorlog had er veel tractoren, landbouwtractoren waren bij de boer, waarschijnlijk niet. Het waren allemaal paarden, nee. Maar dan na de oorlog is dat stilletjes aan begonnen, denk ik. Mechanisatie, en ja, al dat werkvolk was er niet meer nodig. Hè.
Dus ja, ze ging werken bij hier in Vlaslo. Ja, ik denk dat de grootste werkgever hier misschien wel de Stok is. De Stok Amerikaan. En dan heb je nog die fabrieken in de Werkenstraat daar. Ik weet niet wat er daar, wat ze die kruiden en die groenten. In het begin was dat aan Arik. De boeren leverden daaruit de groenten. Bloemkools en wortels. Dat was toch. Er was hier ook een schrijnwerkerij, boetens. Maar ja, eigenlijk van industrie, dat is er nooit geweest. Hè. Maar toch niet dat ik zo direct buiten de boeren die werkgevers waren, was hier niks. Hè. Ja. En als je kon, natuurlijk, als je kon aan de staat geraken, bij een NBS of de post, bijvoorbeeld, dat hoor je ben. De mensen zijn meer op er zelf mee. Ik zei, elk gaat werken. Vroeger bij ons in de Limarstraat waren dat al zelfstandige mensen. Kleine boertjes, die allemaal uit hun werk thuis hadden. En nu zijn dat allemaal mensen die gaan werken. Er zit geen één boerderij meer achter. Van 's morgens om 7 uur horen geen auto's passeren. En vroeger was dat niet. Ja, de mensen waren thuis. En als er van die man waren die gingen gaan werken, was het met de fiets. Ja, kruidenierswinkels, toch te verschillen. Cafés. Ja, cafés, een coiffeur, een schoenwinkel, bakkers, BNO'ers. Ja, vandaag is dat praktisch nul. Het is eigenlijk Maria, een café-restaurant. En een café, en nog een café hier ook, die maar een paar dagen in de week en aan het weekend toe open zijn. Er is nog één kruidenierswinkel en één BNO-rij. Dat is al. Vroeger zat er hier nog een verzekeringkantoor, bank. Met een automaat waar je kon geld uit de muur halen. Maar dat is allemaal gedaan. De bakkers reden toen rond. Kwam met brood thuis en dat was met een tripoteur met de hond. Toen een beetje later was er al een paar met de kleine autootje dat er brood thuis gebracht was. En dat was toen €1,50 voor een brood. €1,50 voor een brood of €1,75. En de bakkers moesten dat dan nog mee rondrijden. Ze waren nog thuisgebracht. Bij ons in de straat was er een kruinierswinkeltje. Er waren eigenlijk twee kruinierswinkels. Bij Magritje. En dan kon je toen een reep chocolade voor een frank koetje. Koetjesreep. Charlotte kon zelf zijn schoenen en zijn zoon niet meer aandoen. En Margrietje moest dan op het neerzetten voor die zoon en die schoenen aan te doen. Maar ja, dat is een... Ja. Maar dat is allemaal weg. Hoeveel meters waren die twee winkeltjes van elkaar? Op deze kant van de straat? 20 meters. Ja. En toch nog een café tussen. Ja. Voordat er bolder was. Tussen die twee kruinierswinkels was er nog een café met een boltra. Maar ik heb die boltra nooit gezien hoe dat werkte. Ik herinner me ook nog dat de wegen in Vlaslo, waar ik woonde, in de Wikkelaarstraat, dat waren kasseien met een fietspad erlangs, een grind, een gravier, weg. En onder andere hier ook de Beerstraat, de Bovenkerkenstraat, de Werkenstraat.
De eerste straten waren allemaal kazeien. En onder de burgemeester Oscar Steen, die in 1953 burgemeester geworden is, hebben ze veel van die binnenwegen, de landbouwwegen, dat was allemaal grind, gravé. Veel auto's passeerden daar nog niet. En toen zijn ze begonnen met daar betonwegen van te maken. En die meeste van die betonwegen dateren uit het jaar 56, 57. En zijn nu eigenlijk meer dan ooit toe aan vervanging met al dat zwaar vervoer en die zware landbouwtractoren en karren en wat weet ik allemaal. Die wegen worden natuurlijk niet opberekend om daar 25.000 en kilo's en meer te laten passeren. En Oscar Steen, onder zijn burgemeesterschap, zijn ook de wegen van het centrum naar Leeke werken, hebben ze dan die kasseien uitgebroken. En dat zijn allemaal betonwegen geworden. Ik ben uit school geweest, het lager in Vlatslo. De gemeenteschool, die nu een meubelzaak geworden is. Meubelfabriek, meubelwinkel. En toen is de lagere school nog verhuisd naar het centrum hier op het dorp. En uiteindelijk dan verhuisde hier naar het klooster waar de meisjes zaten. Want dat is natuurlijk jarenlang, de jongens en de meisjes zaten apart natuurlijk. Ik ga er eerlijk eens in, dat dorp. Ja. Ik vind familie belangrijker. Familie en je directe buren dan dat dorp. Uiteindelijk, ja. Ja, meer dan de helft van de mensen die hier wonen in Vlatslo, dat zijn aangespoelde. Dat ik ook niet ken. Die ik ook niet ken. En ja, de echte, de geboren uit Oom Vlatslonaren, ja, sterven natuurlijk uit. Ja, dat kan niet anders. Maar dat dorp, ja, maar, ik weet niet of dat dorp. Maar dat dorp. Maar ja, je pakt een auto en je rijdt naar Brugge en je rijdt naar Oostende en je rijdt naar Roeselare en dat dorp. Ja, ik weet niet. Ik ben medewerker ook van de beeldbank Westhoek Verbeeld in Diksmuiden. En ik ben bij veel mensen geweest, dat is de bedoeling dat er oude foto's en oude brieven en documenten bewaard worden. Die worden ingescand en dan gepubliceerd op die site en met een beschrijving erbij. Maar ik denk dat ik zo ongeveer rond ben in Vlatslo. Waar ik nog foto's kan ophalen van vroeger. Je moet er natuurlijk geen foto's opzetten van 5 jaar geleden. En, ja, ik denk dat ik ongeveer rond ben en dat ja, het staat erop. En ja, het is gedaan, of het is ongeveer gedaan. Ik heb al van kinds af geschiedenis. Dat heeft mij altijd geïnteresseerd. De oorlog, de Eerste Oorlog vooral. De Eerste Wereldoorlog, Duitskerkhof. Ik kan niet zeggen verhaal, maar bepaalde families die, dat ik vind, die toch belangrijk geweest zijn in Vlaslo. Je hebt hier bijvoorbeeld de familie Joye. Maar er woont geen één Joye meer in Vlaslo, denk ik. Noël was de laatste hier zeker. En die is in Beert gaan wonen. Maar die zijn vader is nog een tijdje burgemeester geweest. En ook burgemeester binnen de oorlog. En die mensen kwamen eigenlijk oorspronkelijk van Hits. En dat waren paardenhandelaars en hengstenboeren. En die woonden hier in de Beerstraat. En die mensen deden voor de Eerste Wereldoorlog deden die al handel met Amerika. Die verkochten paarden in Amerika. En die gingen met de boot vanuit Antwerpen naar Engeland. En dan nog een keer op een andere boot. En die waren een jaar, 2 jaar, waren die op tour met 20, 25 paarden. In Amerika, en die gingen dan van de een naar de ander. Want een van die zonen is verongelukt in Amerika. Hij ligt ginder begraven, ik geloof dat Cyril Joye was. Maar het graf van hun ouders ligt hier op het kerkhof in Vlaslo. En op de frontplaat staat een foto van die verongelukte zoon. En ja, overleden in een treinongeluk. Dus een trein ontspoord en een brand gevlogen. En die paarden, en ik geloof dat Cyril was, is verongelukt met die trein.
Ja, en er zijn bepaalde families, ja. En bijvoorbeeld ja, de familie Steen, waar dat dan Oscar Steen burgemeester geweest is. En zijn vader moet een van de stichters geweest zijn van muziek, van de fanfare hier. Maar er zijn ook dingen waar je niks over terugvindt. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van de fanfare in Sicilia. Dat is nooit bijgehouden geweest. Niemand die iets over het ontstaan of... dat is allemaal al ja, verloren zeker. Hè. Net zoals dat de parochieregisters zijn van het einde van de 19e eeuw, die waren 1800, begin 1900, dat is ook weg. En dat is, ja, dat is de schuld van de pastoor van toen, de pastoor Van Akker, is op de vlucht gegaan in oktober 1914 en heeft, voordat hij de pastorie verlaten heeft, alles in brand gestoken. Dus ja, daar moet je niet meer naar zoeken, die parochieregisters zijn er niet meer. En ja, ook, er zijn zo wel dingen die te maken hebben met plaatselijke geschiedenis. Dat het jammer is dat verloren gegaan is. Ja. Natuurlijk hier het klooster ook. Het klooster dat is natuurlijk van ontzettend van belang geweest voor de gemeenschap. Voor alle mensen van Vlatslo. Die zusters dat waren eigenlijk dat waren voortrekkers. Sommige van die oversten. Hebben gebouwd en verbouwd. Na de Eerste Wereldoorlog zijn die teruggekomen. Die zijn gevlucht naar Frankrijk. Die hebben daar in Orly-Grignon, ten zuiden van Parijs, hebben die daar een schoolkolonie gerund. Gedurende 4 jaar van de oorlog. En die zijn in 1919 zijn die teruggekomen. Maar dat lag hier plat. Hè. Dus ze hebben heel dat klooster, de school, de meisjesschool, erop gebouwd. Ja, natuurlijk, met de steun van alles en nog wat. En, maar wat die zusters hier gepresteerd hebben, dat is onvoorstelbaar. Allee, ik ga eerlijk zeggen, mijn groot-tante, die zuster Levina, dat was een groot-tante van mij. Die heeft hier ook jaren in het klooster gezeten. Maar is ook in de jaren 70 gestorven. Ja, maar er is wel een boek over de geschiedenis van het klooster, van het begin tot, maar niet tot op het einde, maar toch, de geschiedenis, dat is bijgehouden, dat vind ik ook van belang. Oscar Steen is bijna 20 jaar burgemeester geweest, tot jaar 71, 72, en toen is er ook, discussie en ruzie geweest. En is Marcel de Koster, die dan later senator geworden is, burgemeester geworden in Vlatslo. Nog tot de fusies van, was het eind 76, begin 77 zo. En Marcel is dan na de eerste stemming van de fusies, is die gemeenteraadslid geworden in Diksmuiden, dan een senator geweest. Hebben wij wat gewonnen of verloren bij die fusies? Ik zou het niet weten. Ja, belastingen betalen doen we toch. Het was aanpassend dat we voor alles naar de Smuiden moesten. Nee. Nee, anders is het was hier het gemeentehuis op de parochie. Want dat was het allemaal, geen secretaris meer, niks meer. Het was allemaal in de Smuiden. Allee, je ziet dat ook. De plaatselijke verenigingen hebben het moeilijk. Hè. Zelf ben ik eigenlijk niet een vereniging. Maar ja, als je hoort, er is hier een werkgroep in Vlatslo, Vlatslo leeft. En dat zijn dan gewoonlijk de voorzitters of de voorzetsters van de plaatselijke verenigingen die om de paar maanden een avond samenkomen en wat praten hebben, wat moeten we doen of wat kunnen we doen. En maar ja, dat dat zo moeilijk is om nog nieuwe, jonge leden bij te krijgen, niet alleen gewone leden, maar ook voor in het bestuur. Ja, nu, ik begrijp dat ook. Dat is moeilijk. En dat plaatselijk, dat dorpsleven, dat gaat kapot zeker. Wat is er daar nog van over? Ja, ze hebben hier wel een toneelgroep ook in Vlatslo. Dat is toch iets dat toch ieder jaar een opvoering van een toneelstuk. En dat brengt wel wat brouwerij in het leven. Wel leven in het brouwerij zeker. Hè.
En hier de Rommelmarkt. De Rommelmarkt natuurlijk. De Rommelmarkt in Vlasloo. Na de zondag na de kermis in september. Dat brengt ook leven in de brouwerij. Maar anders. Ja, de koersen. Ja, het is nog jaren geweest dat er met de kermis 2 of 3 koersen waren. Ja, dus geen ene koers niet meer. Met Pasen ook. Ja, ja, ja. Ja. Dat is. Maar ja, ze vinden geen vrijwilligers niet meer om de straat af te zetten. Of, ja, ja, ja. Er zijn eigenlijk, allez, denk ik, weinig mensen die nog iets, die zijn wel neerzetten voor de gemeenschap. Nog veel wandelclubs die stom, omdat ze geen vrijwilligers krijgen. Dat is niet alleen in Vlasloo, dat ja. Het probleem zijn. Ja, het was een Vlasloo wandelclub, het waren er in de Xmuiden 2, het was 1 in Keijem, het waren er 2 in Koekelaren. Maar, ja. Ze moeten al vrijwilliger zijn voor dat die stopplaatsen zijn. Ja. Dat de mensen iets kunnen eten of drinken. Er moeten vrijwilligers zijn die helpen. Maar de ouden vallen af en de jongen krijgen er niet meer bij. Voor de jongen moet al betaald zijn. Toen zou je nog misschien nog aan het werk krijgen, maar anders niet, zo kosteloos is. Nee.